In zijn nieuwjaarstoespraak vergeleek Vos de politieke situatie in Steenbergen met een storm van formaat. Welke schade deze storm heeft aangericht, is eigenlijk nog niet eens helemaal te overzien. En nogmaals, ik weet ook niet of er nog meer schade gaat komen. Jozef Vos mag dus de stormschade opnemen en ervoor zorgen dat Steenbergen weer een gezonde gemeente wordt. En hij heeft ons ook opgeroepen om niet op een afrekencultuur te gaan zitten, maar om samen te proberen de verhoudingen weer te herstellen. Gezien de situatie denk ik wel dat we een krachtige bestuurder hebben gekregen in Steenbergen, die met name de capaciteit heeft om met name de problematiek, als die er zou zijn, boven tafel weten te krijgen. En daar op de zere plekken de vinger gaat leggen en ook met een goed advies naar de commissaris zal komen. Het gaat Jozef Vos lukken om gemeente Steenbergen weer op de rit te krijgen? Ja, volgens mij staat de gemeente Steenbergen gewoon op de rit en heeft hij altijd al op de rit gestaan. Jozef Vos wil een frisse wind laten waaien door het gemeentehuis van Steenbergen. Ik denk dat we nog rekening moeten houden met windsnelheden die we misschien nog niet verwachten, maar die ongetwijfeld zo nu en dan ook weer nog zullen ontstaan. Thank you.